suis rentré via l'école de navigation d'Anvers où j'ai obtenu une licence en sciences nautiques. Ik heb hetzelfde parcours gevolgd om binnen te geraken, namelijk het inhangsexamen gedaan voor de militaire school. Matig gerangschikt, enkel met dat verschil dat mijn eerste keuze hogere zeevaartschool was. En dus heb ik mijn studies volmaakt in Antwerpen en niet in Brussel. Ik denk dat iedereen na zijn humaniora op een bepaald moment afweging moet maken welke richting hij wil uitgaan. Ik heb de voorbereidende divisie Koninklijke Militaire School afgelegd. Dan ben ik binnengekomen bij de Koninklijke Militaire School. Daar de opleiding marine dekofficier gevolgd. 1 jaar wapenschool te Brugge en dan direct ingevlogen in Barcelona om dus als wachtofficier te dienen aan boven van mijnenjagers. Dat parcours doorlopen en dan gevolgd door de fregatten. Ik heb de KMS, de Koninklijke Militaire School, gedaan. Studierichting Sociaal en Militaire Wetenschappen. Ik heb toen van in het begin voor de marine gekozen. Mijn specialiteit logistiek. En na de KMS nog een korte bijkomende opleiding gekregen. En dan ben ik in het begin aan de wal gaan werken. Vervolgens als supply officier aan boord van de Rhodesia en dan nu hier aan boord als logistieker. De hogere zeevaartschool is eigenlijk de opleiding die men volgt als men officier te lang omvaart wil worden of kapitein te lang omvaart, dus op koopvaardijschepen. Dus iets maritiemer toegespitst dan de leerlingen van de militaire school. Dus de studies die men aan de militaire school volgt of aan de hogere zeevaartschool in Antwerpen zijn nagenoeg hetzelfde. Met dat verschil dat mijn interesse iets meer neigde naar de hogere zeevaartschool dan de militaire school. Want de academische vorming in de militaire school is toch iets algemeen vormend, terwijl die in de zeevaartschool is iets nautischer gericht. Naast uw echte functie aan boord, is iedereen aan boord, heeft daarnaast nog wat neventaken. En zo zijn bijvoorbeeld binnen logistiek, logistiekers hier aan boord, iedereen is brandweerman ook. De meeste van ons zijn ook EHBO'er. Nu, tijdens operatie Atalanta, gaan die ook in force protection lopen op de buitendekken. Dus gewapend eigenlijk het schip verdedigen. Je kunt nooit volledig een beeld vormen van wat hij... van wat je toekomstige functie gaat zijn. Maar één ding is wel zeker, dat de uitdaging die ik hier toch dagelijks krijg, ja, die is er toch wel zeker. Maar en wat die uitdagingen dan juist zijn, ja, dat is voor mij altijd een verrassing. Je pense qu'il y a une très grande différence entre ce que mes collègues civils sont devenus et ce que moi je suis devenu. Ils naviguent maintenant sur le navire marchand. Ils transportent pour la plupart des cargaisons et ils font des routes régulières entre des ports marchands. Alors que la mission d'une frégate en mer est quand même très différente, beaucoup plus dynamique je pense en mer et peut-être un peu plus calme en port.